Mustafa Amazin, als je met een keeper praat, heeft hij of een gigantische blunder gemaakt of hij heeft de ploeg op de been gehouden. In jouw geval is dat het laatste. Ja, ik denk... Ik ben belangrijk geweest vandaag voor Noordwijk. In het begin een paar ballen gepakt. 1-1 en in de tweede helft ook. Dus ik denk dat we blij kunnen zijn met de punten. En ik kan weer een puntje bijschrijven die ik dit seizoen heb gepakt voor het team. Dus. Je moest er wel vanaf met een brancard. Hoe gaat het met je? Ja, op zich gaat het redelijk. Ik denk dat ik een binnenband heb gescheurd of verrekt. In eerste instantie was ik echt geschrokken. Ik dacht kruisband misschien. Maar ze hebben het even gecheckt. En de pijn zit voornamelijk aan de binnenkant. Hij is nu ook helemaal vastgezet. En maandag even kijken wat het precies is. Maar ik hoop dat het de binnenband is. En dat zou 2 tot 4 weken kunnen duren. Misschien wat eerder. Maar het valt in ieder geval geen 6 maanden. De schade lijkt dus mee te vallen. Voor jullie een punt. Kan je daarmee leven? Ja, op zich wel. Ik denk... eerste helft heeft Quick Boys kansen gehad. Hebben wij kansen gehad. Vond ik redelijk gelijk opgaand. Ik weet niet goed hoe de wedstrijd is gegaan toen ik eruit was. Maar ik hoorde dat het beide kanten op kon vallen. Uiteindelijk is de puntendeling prima. Want die houdt gewoon Quick Boys in zicht. Er zijn volgens mij nog 8 wedstrijden of 9 wedstrijden. De strijd is nog niet beslist. Wat me frustrerend lijkt is dat je heel veel 1-op-1'tjes pakt met de spits. En uiteindelijk maakt hij een soort van klutsgoal. Ja, kijk, het moet gewoon geen balverlies leiden daar. Hij wil de bal en ik gooi hem in. En dan moet die bal, als je hem niet kwijt kan aan het teamgenoot, dan pee je hem lekker weg. Kunnen we aansluiten of kunnen we ons hergroeperen? En nu verliest hij de bal daar. En uit de goed genomen vrije bal komt gewoon kopt Thijs er binnen. Ik weet niet hoe. Ik kon er ook weinig aan doen. Ik probeerde hem nog zelf voor te gooien. Dus ja, uiteindelijk denk ik 1-1 terechte uitslag. Maar had nog beide kanten op kunnen vallen. Tot slot, wie wordt de kampioen in de hoofdklasse B? Dat ga je over 8 wedstrijden zien. Ik ben niet iemand van bluff of zo. Ik ben meestal redelijk droog en realistisch. Dus ik sta erachter dat het beste team mogen kampioen worden. En hopen dat degene die tweede wordt ook naar de topklasse promoveert. Want ik denk dat zowel Noordwijk als Quick Boys beide in die topklasse horen. Wie heeft dan het beste team? Vandaag is het gelijk gebleven. Dus het moet nog bepaald worden.